Kijk, die hele gothic wereld, die interesseert mij helemaal geen fluit, niks. Die hele mythologie verhalen, dat zegt mij helemaal niks. Die muziek zegt mij ook niks. Ik wilde gewoon een metalplaat maken, een echte metalplaat, maar wel nog met de klassieke muziek erin. Maar klassieke muziek heeft niks met gothic te maken. En ik wilde wat meer progressieve delen erin stoppen. Nou, dan krijg je sowieso ja, een wat moeilijkere plaat. Dan krijg je ook nog eens het concept erbij, waardoor de plaat heel zwaar op de maag ligt. Ja, dat zou een gok kunnen zijn. Veel mensen zouden kunnen zeggen van ja, dit boeit mij niet meer, dat is mij te moeilijk. Maar je moet als muzikant doen wat je wil. En wij willen als band, wij wilden dit. Wij willen een cd afleveren waar we 100% achter stonden. En nu weet ik dat de goede zet is geweest. Kijk, het was een gok, maar nu blijkt toch dat de mensen het echt kunnen waarderen. De cd heeft tijd nodig. Maar de reacties zijn nog positiever dan tijdens die cijfer. Dus ik ben blij dat we de gok hebben gemaakt. En het vond ook weer een basis om weer op verder te gaan. Kijk, de nieuwe cd kan weer een stuk toegankelijker worden. Zijn er al ideeën over? Ja, ja, er zijn al een paar, sowieso een heel aantal ideeën geschreven. Ja. Nee, ja, nee, dat kan ik nog niet echt. Nee, want een nummer is bij ons pas af als we de studio ingaan. Dus het is echt pas. Een nummer kan nu af zijn en het kan over 3 maanden weer totaal omgegooid worden of gewoon verdwijnen. Het ligt eraan of we het dan nog steeds goed vinden of juist niet. Hoe ik het nu zie, zal de band harder worden. Meer recht door zee. Pakkender. Maar zal zijn progressieve inslag zeker niet verliezen. En zijn klassieke invloeden ook zeker niet. Gewoon met die concertplaten, heb je bijvoorbeeld op een gegeven moment nog, heb je vroeger zelf veel naar concertplaten geluisterd? Nou, ik ben zelf helemaal gek van Queensryche, Operation Mindcrime. Ja, dat is natuurlijk de conceptplaat voor veel metalfans. Dan hebben we natuurlijk verschillende Dream Theater albums, Pink Floyd. Ja, dit soort albums zijn natuurlijk. Maar daar heb je zelf nog veel naar geluisterd. Ja, wel naar Dream Theater, naar Queensryche, Pink Floyd. Niet zo, dat ben ik pas geleden eigenlijk pas achtergekomen hoe de Wall echt in elkaar zat. Moet ik tot mijn spijt bekennen. Ja, je hebt bijvoorbeeld zoals projecten zoals Arion, ook van Nederlandse bodem. Dit soort cd's hebben altijd een speciaal gevoel op mijn hart. Ja, het is iets anders dan een normale cd. Het is een wereld die je beleeft. En ja, ik denk dat dat zeker onze overtuiging gesterkt heeft dat we zoiets wilden doen.